I agree. I'm gonna do it one more time. Hoi jongens, welkom bij aflevering 12 van Whow Swezzmokky Bermdrecht. En ik gebruik dit ding weer. Ik doe maar wat met de mics. We gaan beginnen met kunst. Ik, Erik en Kai. En het gaat heel snel in het begin, want we krijgen een flashback montage uit aparte film 28, Roest Rust Niet. Part 25. Kijk maar, een huiver enigszins. Hallo mensen, hier in Maristijn Park, Hertenpark Wilson! Want Wilson was ooit iets wat we gefilmd hadden. En dat was dat hert en die woonde in het hertenpark. Vandaar dat ik die referentie maakte. Moeten jullie weten, horen jullie het weten. Het is ook met de film. Kijk, alles is goed voor hem. Terug naar het verhaal, naar de kunst. Zijn ze ook ineens kunst gaan tieven? Zoals in Noordpark, maar dat heet nou tenminste nog Beeldenpark. Dit heet niet Beeldenpark de tweede in Dordrecht of eerste in Dordrecht. I don't know. Nee, maar dit is wel de beste. weet niet meer hoe die heet, maar... De toren des levens. Een soort van weerspiegeling. Men kent wel de cirkel van het leven, hoe dat werkt. En het is logisch. Onderaan heb je een prullenbak. Dan heb je een miniatuur autootje. De stoel en de vogel. Jullie zullen dat misschien niet herkennen, kijkers. Maar dat is vanwege jullie gebrek aan opleiding. Prachtig. Ja, en zoals je ziet, er is gewoon cement overheen gebaggerd. Dit was gewoon echt een speelautootje. Niet janken, kinderen thuis. Er is gewoon kunst van gemaakt. Het is niet van jou. Nu het belangrijkste, Kai, is die om te duwen? Ja, nee, inderdaad. Jij hebt papieren daarvoor. Het is jammer dat er hier geen kinderwagens... dat is zeker jammer. We kunnen een keertje onder bijzondere omstandigheden kunnen we zeggen... er staat geen kinderwagen achter. Afijn, we gaan het toch even checken. Ja, deze is 100% om te gooien. Ik kan ook niet te veel kracht zetten. Dan moet er echt eerst een kinderwagen komen, want dan gaan we hem ook echt omgooien op de kinderwagen. Hij is om te gooien. Oké, mensen, nog even een flashback naar aflevering 3 van deze serie. Naar een geliefd stukje van toevallig ook Kevin en mij. Waar dit ook over ging. En dan weet iedereen waar we het over hebben. Ook al heb je die niet gezien. Wow, ga anders gewoon kijken joh, lollo. Dit is een aparte film. Wij testen of wij kunst kunnen omduwen. Please like en subscribe. Voor meer. Nee, deze is stevig bevestigd. Hier hebben ze over nagedacht. Snap ik, want ja, misschien willen ze hier vaak kinderwagens neerzetten. Of kinderen laten spelen. En het zou onfortuinlijk zijn... Als ik hier dan kom testen, want ik heb daar een licentie voor, ik hoef kinderen niet uit de weg te houden om te testen. Zoals gezegd, het is beter als ze in de buurt zijn wanneer ik stenen omduw. Maar nou, ik denk dat ze daar toch over hebben nagedacht en dat ze toch bang zijn dat ik iets te veel kindjes om het leven breng. Ik kan dat begrijpen, maar ja, aan de andere kant, ik heb een licentie. Ik mag dat legaal. Ik mag legaal kinderen om het leven brengen. Ja, kijk dan. Oh shit, ik moet in de microfoon praten. Ja, kijk dan heeft hij papieren. Hij heeft de tering veel. Ik ga daar een keer een compilatie van maken, denk ik. In ieder geval, weet je nog, vorige aflevering waren we in de Ouwehoer. Goeie plek, mooie plek om te zijn. Als je ooit in Katendrecht bent, ga daar een drankje doen. Het is misschien wel goed voor je. Het is een mooie ervaring. En we gaan daardoor in de Ouwehoer. Ouwehoeren. Giacomo, Leonard en Mick, die een soort van verhaal van Mick zijn opa gaan naspelen. Door Katendrecht, Charlois en voor some reason ook Delfshaven. Maar dan slecht nagedaan en totaal anders. En we gaan het over andere dingen hebben. Wij jongens! En dan nu zijn we in Katendrecht. Nou, hij vaart je over het water, dat is de kapitein van de pont. Die vaart je weet toch al wie dat is, hoop ik. Ja, als je naar Werkendam moet, dan moet je toch echt met de pont, weet je. Dat is Winston. Dat is gewoon, ja, Winston, de kapitein van de pont naar Werkendam. Ja. Nee, het is Winston Churchill. Jij verwart Winston Churchill met Winston, de kapitein van de pont die hier naar Werkendam vaart. Ja, maar dat is hij. Hier, kijk. Dat is wel de enige guy die... Kijk hoe kapitein zijn. Kijk hoe kapitein hij is. Hij is Winston Churchill. Een of ander vaag geschiedenis, een of ander obscuur geschiedenis guy. Een of andere vaag belangrijk is gewoon. Maar dan hier de kapitein die ons naar Werkendam brengt. Hij is belangrijk. Als ik moest kiezen tussen wie is er meer belangrijk geweest voor de wereldgeschiedenis? De kapitein die ons naar Werkendam vaart of Winston Churchill, de gezaghebber van het Engelse leger in de tijden van de Tweede Wereldoorlog, dan weet ik 100% zeker op wie ik mijn fucking geld zet. Ja, snap je? Werkendam! Ja, tuurlijk. Hoe komen we daar anders? De pot naar Werkendam! We kunnen daar niet naartoe zonder. Ik ga dan niet helemaal over de motherfucking A15 rijden, hè? En dan helemaal afslag Gorinchem en dan eerste afslag over de Merwedebrug en allemaal veel te lang. Nee joh, stadspolders, pontje pakken, Werkendam. Dat kan je zelfs met de fiets doen. Je kan het zelfs met de fiets doen. Perfect. Weet je, waarom zou je überhaupt met de auto gaan? Ga gewoon met de fiets. Ja, Kevin. Met de auto. Ja, maar ook met de fiets. Autofiets, autofiets. Lopen. Autofiets. Wow. Benenwagen. Je kan op een eenwieler. Je kan noemen. Segway, segway. Moet ik kentekenplaat op? Skelter. Skelter. Segway. Tandem. Speed pedelict. Je kan ook koprondend. Op een tandem, maar dan één. En dan gewoon een soort van op één wiel rijden is fucking moeilijk. Maar gewoon. Lekker dom! Ja, ik wil wel even één ding, vind ik heel belangrijk, over Winston Churchill. Ik vind dat meerdere leiders gewoon oorlogen moeten. Ja, sowieso niet. Ik ben niet voor oorlogen. Maar dit is Winston Churchill aan deze kant. Dit is de kapitein naar Werkendam, maar hier hebben we Winston Churchill. Ja, zo werd hij begraven. Ja, dit is de echte Winston Churchill. Ja, ja. Zo is hij geboren. Maar Churchill is gewoon een vieze terrein eigenlijk. Oké, ja, dan vertel ik het gewoon niet. Of een schone terrein, weet ik niet. Nee, geen haat, geen haat. Ik wil nou horen wat jij vertelt, Mr. Interviewer. Mr. Mick Cheesey. Ja, nou ja, ik wou hem gewoon lof, een beetje lof geven. Hij is niet zo lauw als Werkendam pond. Maar Winston Churchill is wel de enige... Hij is wel de enige guy in heel geschiedenis die gewoon in een boilersuit gewoon oorlog heeft gevoerd. En ik vind dat dat gewoon een keerpunt is geweest van... Mannen, we hoeven geen kleding, want wij worden als, weet ik veel, we worden gevrouwentaliseerd of zo. Nou ja, we worden als vrouwen met penis weggezet, maar zo is het niet, hè? Nee, gewoon boilersuit. Je hoeft maar één pak aan, je hoeft er niet helemaal te shoppen. Je hebt gewoon een boilersuit, kan je kenken veel mee. Kan je gewoon werken, kan je gewoon drinken in je boilersuit bewaren, alles kan. Weet je hoeveel zakken een boilersuit? Ja. En je kan hem zelf aanpassen naar eigen wil. Je nevertjes in kwijt. Oh. Fucking veel. Ja. En dan moet je ook nog bedenken dat in die tijd was het, zeg maar, er was een tekort aan kleren. Tot op het punt dat ze meelzakken, patronen gaven, zodat je daar jurkjes van kon maken en shirts voor kinderen. En dan moesten al die mensen, nou in plaats van kleren kopen, kankerzakken meel kopen. En gewoon, nu heb ik fucking veel meel en ik moet dit helemaal opmaken voordat ik kleding heb. Je hebt toch geen bak? Wat moeilijk. En weet je wat het ook is met een boilersuit? Kijk, een boilersuit heeft heel veel zakken en als je daar gewoon een kopstootje in giet... Huppatee. Een boilersuit is waterdicht, dames en heren. Ik hoef je dit niet uit te leggen. Weet je? Ja, maar de kijkers zijn dom, dat weet ik. Oké, kijkers zijn dom. Sorry kijkers, maar jullie zijn fucking mongool. What the fuck? Denk eens even na. Ik moet zoveel uitleggen. Jullie ook. Je doet een fucking kopstootje in je zak. Ja, weet je, en de stof die is zo gemaakt dat, zeg maar, het vocht komt er wel door, maar het zal nooit gaan lopen. Weet je, zo is die stof geweven. Dus wat hij doet, hij trekt zijn boilersuit uit, borreltjes er nog in. Ja, en hij gaat gewoon de binnenkant van zijn zakken, weet je, kijk, zeg maar, deze unit, gewoon zuigen, snap je? En gewoon borreltjes eruit en bam, 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 weet je wel. En dan staat hij daar in zijn blootje, als Winston Churchill zijnde, in de oorlogskamer van Engeland, staat hij daar lekker zijn zakjes uit te zuigen, hè? Lekker borreltjes te hakken, weet je. Ja, ik hoef dit, ja jongens, ik hoef niet verder te gaan, maar dat is toch gewoon magisch. Wat wil je nog meer? Zo voer je een oorlog. Ja, dit is hoe je oorlog voert. Dit is hoe je een oorlog wint. Ja. Niet voert, wint. Ja. Nou, yes, ze hebben niets voor niets verloren. We spreken geen Duits, we spreken allemaal Engels. En hoe komt dat? Winston Churchill. Bum, bum, bum. Met zijn boilersuit. Met zijn boilersuit. Klapte gewoon die snor. Zonder zijn boilersuit al. Als Winston Churchill geen boilersuit aan, dan durf ik zo te zeggen. Als Winston Churchill... Nee. Hey allemaal. Als Winston Churchill geen boilersuit had, hadden wij nu Duits gepraat. Ja, en zo is het. Ja, to be fair, ik zou Duits praten en dat niet erg vinden. Het is veel dichter bij Nederlands. Okay. Winston Churchill boilersuit. Ja. Dat is gewoon goed. Ja. En vanwege die uitspraak gaat Lennart niet mee naar Charlois. Dat in een volgende aflevering, mensen. Hoop dat je er dan ook bij bent. Wie weet wat er gaat gebeuren in de wereld van aparte film. Maar nu heb ik een heel erg verwarrend, super verwarrend verhaal voor jullie. Maar hij moest verteld worden. Hij is zo verwarrend dat ik er zelf ook moeite mee had. Maar hier komt hij. Ja. Kapitein Pannenkoekentering. Kapitein Pannenkoekentering wijst naar boven. Er is een standbeeld gemaakt voor een kapitein die niet zo heet. Wat de fuck is dat nou weer voor naam? Denk even na. Dit is een standbeeld voor de ooit kapitein Loch Ness monster. Dat is een betere naam. Hij bestudeerde het Nessie. En hij vaarde zo met een, eigenlijk iets veel te grote boot. Allerlei onderwaterdieren waren daar hartstikke bang voor. Maakte ook veel te veel geluid. Dus daar had hij niet helemaal over nagedacht. Maar ja, hey, het waren drooglegtijden en hij was een ontzettende alcoholist. Dus hij zorgde ervoor dat allerlei andere mensen alcohol konden krijgen. Er ging heel veel geld aan uit. En ja, toen had hij nog zijn andere plezier, ja, naar Nessie zoeken. En toen, ja, moest hij toch maar voor zo'n enorme boot gaan. Dat was toen de tijd doodste van mij. En wat hij dus goed heeft gedaan, waardoor hij hier hangt, is hij heeft heel veel slechte foto's gemaakt van hout driftwood. En dat opgestuurd naar allerlei faciliteiten in de hoop dat er meer bekendheid zou komen rondom Loch Ness. En waaronder ook bakkers. Hij stuurde het naar Jan en Alleman. En die bakkers die hadden zoiets van, ja, het ging weer door met hun leven. Maar uiteindelijk, wat het nu, want het was in 1722. En nu is het inmiddels, terwijl je dit ziet, misschien 2026. Wat is het nu? 2023. 33. 15. Getallen. Daarom hebben ze een wilde gekregen, want al de bakkersfaciliteiten, dat werd een zeer hechte groep samen over ja, heel Nederland. En uiteindelijk ook de hele Engeland, want iedereen kent inmiddels Engels, zo'n beetje praten aan Google. En via Facebook kwamen die bakkersgemeenschappen, je wilt niet weten hoeveel bakkers elkaar kennen, die kwamen tot één. En toen dachten ze, nou ja, we hebben een beetje te veel brood gekocht. Die opbrengsten gaan dan weer. En we pakken het hier in Hendrik-Ido-Ambacht. Het hoeft niet heel erg zichtbaar te zijn voor iedereen. Want ja, zoveel heeft maar het is wel gewoon leuk omdat we hadden daar al die foto's. Er hing ook ooit een collage bij. Van alle slechte foto's van driftwood, wat dan Nessie moest voorstellen. Ik denk dat ik alleen maar nieuws gesloten van dalen. Oh mensen, sorry voor de slechte geluid, maar dat is het beste wat ik van kon maken. Het waaide daar ineens tering hard. En mocht je je afvragen vanuit hoe de fuck hebben jullie dat lopen filmen, dat ga je nu zien. Dit werd gefilmd in deze positie. Voor jullie kijkers. Applaus. Alles voor de kunst. In 1862 heeft Katendrecht last gehad van de grote slakkenrevolutie. Die slakken die kwamen toen de tijd met de waterbus vanuit Dordrecht allemaal hierheen. Hebben die waterbus echt gewoon helemaal plakkerig en slijmerig achtergelaten. Dat was ook best wel een probleem. Het is lang dweilen voordat dat schoon was. Ja, dat is heel lastig schoonmaken. Maar hoe konden ze zichzelf dan zien? Ja, spiegels, zoals je hier ziet. Gewoon al die slakken die hadden als een soort van discoballen hun slakkenhuizen helemaal volgeplakt met spiegels. Ja, dat weerkaatst ook de omgeving en zo. Een soort van camouflage was het idee, denk ik. En dit is een aandenken eraan aan de plakkerigheid die we hier in 1862 achter hebben gelaten. Er zijn vele slachtoffers gevallen. Vele mensen die zijn uitgegleden en vast blijven plakken. Ah, ja. Dat doet slijm beide. En ja, ter nagedachte van de slachtoffers aan de grote slakrevolutie. Ja. Dit. Ja, de slakkenrevolutie van dat jaargetal wat Erik noemde. Toen wisten we nog niet hoeveel slakken slijm opbracht. Kai, hoeveel was dat ook alweer? Slakkenslijm verkoopt dus, zo'n klein potje hoorde ik gisteren, voor brandwonden en shit, verkoopt dus €230 voor een klein potje. Deze slak heeft meer waarde dan kleine kinderen. Kleine kinderen kosten geld. Deze slak €230 waard. En dan moet je bedenken dat dit reuzenslakken waren, hè? Hey, heel zo'n waterbus vol. Ondergeslijmd. Had een goede opbrengst geweest voor de waterbusindustrie. Maar helaas. Wat hebben we nu nog over? Dit. Bij evenwichtig en gelijkwaardig kruispunt kunst bekijken. Vroeger rotonde rijden. Ja mensen, rotonde rijden. Hoor je te weten, echt aparte filmkijkers weten hiervan. Love you guys. Maar we gaan even terugblik werpen. Als eerste in Rust Roes niet, daar zaten ze het meest. Rotonde rijden. Welkom kijkers bij een nieuw segment in Aparte Film. Het heet Rotonde Rijden met Rob. Hallo, ik ben Rob. En kut, jij zit aan die kant. Dus Oké, daar zijn we weer bij Rotonde. Rotonde Tonde 2. Ik weet niet meer wat. Maar. Moet ik wel eten. Ik ben niet zwanger, Rob was zwanger. Oh, dan is mijn informatie verkeerd, sorry. Okay. Ik zit met Mick in de auto, we zijn rondjes aan het rijden over rondondes in Hendrik-Ido-Ambacht of all places. Ach, gezellig. En er zat er ook al één in Whow Swezzmokky Bermdrecht. Hey mensen, we gaan rotonde rijden. Maar deze keer niet alleen met mij. Erik is de rotonde expert rondo rijder. En Kai gaat vertellen over, het heeft niet eens een naam. Kijk, als je alles gewoon hebt gezien, zoals iemand genaamd Boes, die ik zeer waardeer, daardoor, we gaan met je filmen, Boes. Je weet het. Jij gaat in een aparte film komen. Of camera, maar gaat gewoon gebeuren. Shout-out naar mensen die dit gewoon kijken. En, dankjewel. En dankjewel als je dit voor het eerst kijkt en leuk vindt. Oh, geef me een like, subscribe, dat vergeet ik af en toe te zeggen. En zo kunnen we weer door. Maar dit is geen rotonde, dit is een gelijkwaardig, evenwichtig, driehoekig, vormig kruispunten. Punt. En wat hebben we hier? Oh! Het is een steenava, een zeer, zeer, zeer oude steenava. Zo oud dat hij een beetje wit en mossig wordt. Maar deze steenava is neergezet door de hillbillies. We weten niet hoe lang geleden. Oh, jawel. 1926 tot en met 1976. Ter herinnering aan het 50-jarig bestaan van de polder, de Biesbos. Hillbillyland. September 1976, oké, het moet duidelijk in welke maand. Toen was ik nog niet geboren. De Pechters. Ja, het zijn bepaalde volgelingen van Steenava. Vandaar, ha, staat het steen hier. Hebben ze maar een steen gemaakt. Ja, en toen was het al 50 jaar. Moet je nagaan, moet nagaan. Hoe oud heel Billyland wel niet is. Want het is nu niet 1976. Goed jaar voor de muziek, goed jaar voor 50 jaar heel Billyland. En het is nu goed. Ja, nu is het streep. Ja, 2000, ik gok 24 dat het uitkomt. Nee, 23. Ik hoop 23 mensen. Getallen. Heel Beeland, kijk. Bunker. Uit de bepaalde heel oorlogen. Oh, daar. Ja. Nee, dit kan... Zoom! Oké. Okay. Waar die niet rond die tijd? Nee. De bunker. Ja, vele bunkers in heel Beeland heeft te maken met bepaalde heel oorlogen die gevoerd zijn. En flashback moment naar Dave, de Duitsers. Doen die Duitsers dat ook? Duitsers. Ja, dat is duidelijk een Duitsernest. Duitsers geweest. Die Duitsers, een Duitsernest. Dat is grappig. Dankjewel Dave. Ik hoop je ooit een keer terug te zien voor de camera, maar je hebt het druk. Altijd. En Ori is te volwassen. Dag Ori. Haha, leuk man. Wist je nog dat Kai een naakte slak had gevonden een tijdje terug? Raad eens wat we nu hebben gevonden. Deze guy, deze heeft wel een huis. Hij vond niet chill wat ik daar zojuist deed. Dat is oké, hè? Want hij is een slak, ik ben een mens. Hij kan mij niet aanklagen. Dat is onder geen bedien echt mogelijk. Kan ik vervolgd worden voor dierenmishandeling vanuit alleen dat shot? Nee. Andere dingen die ik wellicht wel of niet heb gedaan? Misschien. Ik ben een dierenvriend. Ik ben geen slakkenvriend. Slakken zijn dieren. Ik ben niet een dierenvriend van iedereen. Maar belangrijk is om te weten, deze slak heeft een huisje, produceert nog steeds slakkenslijm. Deze slak is daardoor nog steeds ontzettend veel meer waard dan ja, mensen die geen dingen bijdragen aan de samenleving. Of mensen die geen huis hebben. Want deze slak draagt bij aan de samenleving. Medische redenen, 230 euro per potje, slakkenslijm. En hij bezit een huis. Dit huis. Kan je zeggen dat deze slak succesvoller is dan 60% van de Nederlanders? Dat kan. Wat voor informatie kunnen wij daaruit halen? Nederland is een gefaalde staat. Een gefaalde staat waar slakken hoger staan dan de gemiddelde Nederlandse burger. Simpel als dat. Nederlandse burgers, spuugt erop. Ja, hey, ik wou nog even toevoegen dat voordat we begonnen met filmen en Keitan zijn verhaaltje deed, was er enorm... Nou, was er gewoon een gesprek gaande in die tuin en of slaapkamer. Er waren mensen, geluiden die praten en zo. Want zo noem ik die. En toen Kai dus zijn verhaal klaar was, was het helemaal stil daar. Daarom filmde ik dus eventjes waar het stil was in slaapkamergebieden. Dan zijn Kevin en ik bij het Elfenbos aangekomen. En dat grenst aan mijn favoriete plek, waar Ori en ik een keer eerder, heel lang geleden, ook geweest zijn. In Roestrust niet 15, part 15. Special unit. Ik weet niet of er een flashback gekomen. Misschien wel, misschien niet. We gaan het zien. Hallo kijkers, we zijn hier blijkbaar, dit is een nieuw bord. Want dit is mijn favoriete plek, die hebben we eerder in Behind the Scenes kwamen we hier al. Dit is mijn favoriete plek. Met die subway shit van Ori. Daar heb ik je een verhaaltje over te vertellen. Ik ken Timo. Ik krijg die shots van Timo ineens in je beeldscherm. Ja. We zijn eens een keer kankerhard trimpend aan de LSD. Het was aan het einde van de trip. Toen besloten we maar van, oh, we hebben honger. Laten we maar eens even lekker gaan eten. Dus we besloten naar de Subway te gaan. Maar we waren nog fucking hard aan het trippen. En we waren de laatste klanten. Het was echt 10 minuten voor sluitingstijd. Het was in Breda. En we lopen die Subway naar binnen. En ik kijk naar dat bord. Ja, ik kon gewoon niet lezen wat erop stond. Dat bord ging gewoon fucking alle kanten op, weet je wel. Dus ja... En ik had geen ervaring met Subway. Het blijkt te zijn dat je bij Subway letterlijk vrijwel heel dat kankerbroodje samen mag stellen. Nou, dat is moeilijk als je die zooi op hebt. Dus die vrouw vraagt aan mij, wat voor broodje moet je? Dus ik zit mijn ogen zo dicht te knijpen. En ik kon eindelijk een paar letters lezen. Ja, ik wil die Italian meat lovers. De ingrediënten daarvan zijn op. Ja, tering. Ja, oké. Dus ik weer naar dat bord. Ik kon weer niks lezen, dus ik zeg ja, doe maar wat. Oké, wat lust je allemaal? Ik zeg ja, alles wat hij legt. Doe maar wat. Oké, nou ja, ik kan iets maken met ham, kalkoen en salami nog voor je. Ik zeg ja, flikker dan maar op. Helemaal goed. Toen kwam het volgende. Durf ze ook nog te vragen wat voor brood ik wil hebben. Nou, ik ben zo autistisch wat dat dan gaat, want ik haal elke zondagochtend, althans middag als de Jumbo open gaat, haal ik een halfje meer zadenbrood of 3. En dat is het enige brood wat ik vreet, want dat is lekker. Dus daar moest ik aan denken hè, in mijn trip. Dus ik zeg tegen die vrouw van, ja, doe maar meer zadenbrood. Ja, dat bestaat niet. Oké, ze zeggen ik heb wel maanzaadbrood. Ja, ook goed, doe maar dan. Dus eindelijk dat fucking broodje in de maak, dus gaat het brood maken. Timo, hetzelfde probleem, vragen ze aan Timo. Ja, wat zou jij willen hebben? Nou, ze zit ook naar dat bord te kijken. Ja, doe ook maar wat. Ja, jij weet het ook niet. Ja, doe maar hetzelfde als hem. Nou, oké. En wat? Nog het ergste. Durf ze nog steeds te vragen. Wat voor saus moet je doen? Nou, talloze sausjes waar je uit kan kiezen. Nou, toen zag ik wel met moeite op een pakketje op zo'n flesje staan. Chipotle. Nou, dat klonk mij heel erg mooi in de oren, want het deed me denken aan die South Park aflevering. Chipotle, weet je wel. Here, this is him. Hi, Billy Mays here with another fantastic product. If you're like other Americans, you love to eat Chipotle, but you hate all those terrible bloodstains in your underwear. I love Chipotle, but getting all the bloodstains out of my underwear is a nightmare. Well, now there's a product that can clean even bloodstains caused by Chipotle right off your underwear. Chipotle away. Just one Chipotle burrito can leave up to a quarter cup of underwear blood, but Chipotle away makes your underwear clean and ready for more. Stop buying new underwear every time you eat Chipotle. That can cost you thousands. Chipotle away gets rid of bloodstains and leaves underwear good as new. Imagine having underwear so clean you can practically eat off of it. Chipotle. Now you can eat all the Chipotle you want and still have underwear that sparkles and shines. Order right now! That product changed my life. Dat ze bloed moesten scheiden van die Chipotle's dus. Order right now! En dus ja, nou ja, die saus hadden we genomen. Dus nou, eindelijk hebben we een fucking sub van 12 à 13 euro. Eindelijk wat te eten, vreten we die sub. Nou ja, ik wou eigenlijk zeggen dat hij niet te vreten was, maar eigenlijk was die best wel lekker. Dus eigenlijk, wat dat er gaat, is het niet altijd zo slecht om te zeggen tegen iemand in het restaurant van ja, doe maar wat. Hey, ik vond dat gewoon een fucking goed verhaal. Goede ervaring en goed gedeeld, Ori. Waar waren we mee bezig? Oh, die plek waar we dus waren. Blijkbaar heet het nu Tongplaat. Geen nauw verwant aan heiplaat of zalmplaat. Nee, nou ben ik wel een voorstander van tongzoenen. Maar verder weet ik ook niet waarom dit zo heet hier. Maar dus bij deze, ik zal even laten zien dat we weer terug zijn bij al die ganzen, bij al die ganzering. Zie hier de heel veel landschappen waar mensen niet bevoegd zijn, want het wordt gedomineerd door ganzen. Ganzering, overal. Kijk wat teringveel er daar zitten. 1, 2, 3, 4, 5, duizenden mensen. Toch ganzen? Ja! kijken wel naar ons nu. Zijn ze er nog steeds? Of ze zijn ginter? Ja, daar zijn er nog tering veel. En daar ginter. Oh kut, ik kan niet inzoomen met bier tegelijk. Ginterwaarts zijn de ganzen. Ginterwaarts, ganzering. Ja, daar, gans. Yes. Dat is de Tongplaat. Oh, dat is de Tongplaat. Deze uitgestrekte bak bagger. Ja, een beetje een tong die heel... alsof je, zeg maar, een nachtje pep hebt gedaan. En daarbij te veel hebt gerookt. En dan jouw tong, die ochtend, dit. Dat is wat je dan overhoudt in je bek als je wakker wordt. Dat is hier ontstaan. En daar is gewoon shit op gaan groeien. En dat vinden wij mooi als mensen. Ja. Wij houden van bagger. Ganzen ook. Zo. Schapies. Maar we gaan eigenlijk die kant op. Dat is een nieuwe expeditie van ons. Natte blebber. Natte blebber, onder andere. Ik hoop niet weer in de kenkenbagger te staan, want ik heb nieuwe schoenen gekocht in de tussentijd. Maar we zien wel. Ik heb ook geen laarzen bij. Het heeft goed geregend de afgelopen tijd. Zoals altijd. Zoals altijd in Nederland. Als we filmen. Sowieso natte blebber. Ja. Ori zei dat ook. Ik heb dat van hem gestolen. Dankjewel Ori. Ja. Natte blebber. Maar zie je wel, Ori, met je volwassenheid. Het spijt me. Steken we toch nog eens wat van je volwassenheid op. Maar, Kai zei dat Ori te volwassen was om apart film te doen. Daarom moest ik met Kevin hier naartoe komen om toch een beetje heel Billyland te presenteren aan de kijkers. Want ik was eigenlijk daarmee bezig met Ori. Dus dan nu met Kevin, daarom. Excursies, expedities. Yes. Dingen leren van de natuur en de geschiedenis van Nieuw-Beeland. Dat is belangrijk voor iedereen. We gaan dus daar nu heen. Expeditie Elzenbos heet het. Elzenbos. Wel uitgesproken als de echte hillbilly. Elzenbos. Alsof er een natte blabber in je keel. Alsof dat. Ja. Een roggel op een zure of een droge tong heen gaat. Ja. En dat is daar. Ja, en daar gaan we nu heen. Groen. Veel. Duidelijk? Rijd in de comments als je het niet duidelijk was. Aangezien ik een keer een comment kreeg van what the fuck heb ik naar gekeken. Flashback incoming. Daarover? Kijkers zijn fucking dom. Kijkers fucking dom. Holy shit. Ja, Kai, ik onderbreek je even hier. Want je hebt helemaal gelijk. Blijkbaar zijn de kijkers gewoon echt achterlijk. Sorry. Ik kan er ook niks meer van maken. Want hier, ik laat het even zien. Start met opnemen, zeg ik in mijn OBS. En dan gaan we hier naar deze prachtige unit. Een filmpje van mij. Roest rust niet, part 13. En hier, ik leg hier al alles uit. Nou, oké, misschien niet. Maar wel gewoon genoeg. Gewoon, kijk dan Radio Bunkers at bbc.uk.com. En ik vertel over de boot van... Boot en barbecue van meneer Henketoor Mokketik. Meneer Henketoor Mokketik. Die guy van die boot daar. Deze boot is van hem. En Ori onder de douche. Maar ja, dat is een verrassing voor de kijker natuurlijk. En dan krijg ik van mevrouw Nonnie Rosé. Waar heb ik naar gekeken? In eerste instantie dacht ik dat goed was of zo. Dat ze het leuk vond. Dan had ik nog ondergezet van... Ah, kijk meer en snap het nog niet. Maar blijkbaar was dat verkeerd. Want kijk, als ik hier naar... Hier kijk. Dan heb je hem hier. En dan zie ik toch echt... 1 dislike. Raad eens van wie die komt. Nou dacht ik, oh, dan ga ik naar jouw YouTube. Kijken hoe jij het zo goed beter weet. Maar geen video's. Dus, ik vertrouw je niet. Ik ga ook niet abonneren. Of misschien wel. Gewoon even abonneren en dan toch niet. Ja, afmelden. Het zal er leren. Nonnie Rosé. Oké, mooi. Maar ik kan dit gewoon hebben hoor mensen. vind het alleen heel erg grappig. Want, zoals Kai zegt... Kijkers zijn fucking dom. Kijkers zijn fucking dom. Holy shit. En dit bewijst het gewoon. Van waar heb ik naar gekeken? Hoe de fuck wil je het anders uitgelegd krijgen? Even normaal. Fucking kijkers. Schrijf in de comments. Nee, ja, beter kunnen we het niet doen. Dag. Wel slecht. Ja mensen, en dat expeditie Elfenbos in een volgende seizoen van Whow Swezzmokky Bermdrecht. En stay tuned daarvoor en misschien nog wel iets anders. Wie weet wat er gaat gebeuren in de wondere wereld van aparte film. Ik weet dat. Haha. Graag tot dan. Maar ik wou jullie nog één ding mededelen en laten zien en zo. De laatste shot van dit seizoen. Hij is mooi. Dus ik zeg alvast doei doei. Like, subscribe, bladibla. Kijk filmpjes van mij. Is goed voor je. Christen. 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 Hij is christen. Hij is fout. Hij is christen. Hij is fout. God is nep. God is nep. Aarde is verdorven. Aarde is verdorven. Geen hoop voor de mensheid. Geen hoop voor de mensheid. Christen. 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 Hij is christen. Hij is fout. Hij is christen. Hij moet dood. Branden. Branden. Jij gelooft in de hel. Daar ga jij naartoe. Maar jij gelooft er dus ook in. Haha.